Iedereen paniek. We gaan snel inpakken. We gaan naar de luchthaven. Oftewel, we hadden al op de luchthaven moeten zijn. Het is om 11 uur getekend. Het is nu 12 uur. Dus een uur later. Dan ga ik jullie wat nieuws leren. Nood breekt wetten. Het volgende probleem. De koffertjes passen niet in de auto. Alsjeblieft, heb je wel geld te gaan die maken, maar je gaat het echt niet redden. Het geluk kan niet op, dames en heren. We staan niet op de lijst van het vliegtuig, dus... Nou, en toen kwam Melanie erachter dat 02 uur om 29 februari eigenlijk vannacht was. En niet morgen, want morgen was het natuurlijk 1 maart. Dus ons vliegtuig gaat over 2 uurtjes. En wij dachten lekker te gaan slapen. Hadden bij ons een vlucht gemist. Hoewel, we weten niet of we het gaan halen. Iedereen paniek, we gaan snel inpakken, we gaan naar de luchthaven. Oftewel, we hadden al op de luchthaven moeten zijn. Goed, anyway, maakt niet uit. We gaan het gewoon proberen, zo niet, dan hebben we gewoon dikke pech. Er gaan wel meer vluchten in Nederland. Geen paniek, het is nu 12 uur, we hebben nog 2 uur voordat het vliegtuig de lucht in gaat. Moet te doen zijn. Goed, alles gewoon de koffer in, niet uitzoeken, alles gewoon inlaaien. We hebben ook geluk, we hoeven niet zo lang te wachten op de luchthaven. Normaal moet je 3 uur wachten, maar nu dat we flink te laat zijn, hoeven we geen 3 uur te wachten. Als we hem tenminste halen, als we hem niet halen, kunnen we altijd terug naar dit hotel. Dan hebben we sowieso hier tot morgenavond. En dan kunnen we kijken voor een andere vlucht. Ja, om ook met een andere vlucht, maar dan met een ander vliegtuig om naar Nederland te gaan. Ja, maar dan kunnen we misschien naar Schiphol of weet ik veel waar vliegen. Oh, dat kan niet, want de auto staat daar. Moeten we naar Keulen. Maakt niet uit, zoeken we dan waar. Het komt goed. Geen paniek. Doe jullie maar gewoon rustig, ja? Oké, alles echt goed controleren, want we zijn een beetje hals over kop weggegaan. Hebben we echt alles? Ja. Ik heb de handdoeken, die moeten we nou inleveren bij de receptie. Ik heb gewoon even neergelegd. Kan die man tellen. De rolstoel moeten we normaal ook inleveren, maar die zoeken ze maar even uit. Welke dag krijgen we het kaartje terug? Welk zeg je? Het kaartje. Krijgen we niet meer terug, schat. We hebben voor de handdoeken kaart gekregen. Normaal moet je die kaart inleveren bij de receptie, dat je dan ziet dat je handdoeken inlevert. Maar omdat het even fout gelopen is, van mama dag 02 uur, dus 2 uur 's nachts. Dacht ze op de zaterdag of zondag. Maar 02 uur is natuurlijk zondag en geen zaterdag. En papa heeft niet gecontroleerd. Oh. En jullie hadden het dus niet goed opgelegd. Nee, maar geen paniek. We redden het hopelijk wel. En als niet, dan bedenken we iets anders. Oké, we hebben alles bij ons. Alle lampen uit. Waar we geweest zijn. Dag, Egypte. Toen we terugkwamen in het huisje, zagen we dit briefje. Het is om 11 uur getekend. Het is nu 12 uur, dus een uur later. En nadat we wisten dat we nu vannacht moesten gaan, in plaats van morgennacht. Maar goed, kan gebeuren. Ja, maar jullie blijven alleen nog steeds veel hoesten. Ja, nou goed, dan gaan we ook sneller bij de dokter in Nederland. Voor de lange nacht, joh. Melanie heeft gebeld met de receptie, maar is zo stront eigenwijs tot de mat. Ik zeg, we kunnen beter gaan lopen, want zo heel ver is het niet naar de receptie. Ja, je moet 2 koffers sjouwen. Ja, dat is dan eenmaal zo. Het zijn fijne koffers, zitten van die trekhaken, anders kun je alle 2 eentje trekken. Maar zij wil per se blijven wachten tot ze ons komen halen. Maar ze zijn nog steeds hier al 10 minuten geleden. En ga jij nog eens bellen, ja. Ze hadden hier al lang kunnen zijn, want er is niemand op het park. Er zijn van die golfwagentjes staan voor aan het park. Ja, je stapt iemand in, iemand rijdt. Dus ja, weet je, we moeten wel een beetje op gaan schieten op dit moment. Oké, we zijn onderweg. Kijk, daar is ons golfkarretje. Daar worden we mee naar voren een park gebracht naar de taxi. Jelletje wordt altijd zieker en zieker. Dus misschien wel fijn dat we 24 uurtjes eerder thuis zijn. Ja, gaat wel. Gaat het, jong? Ja. Alright. Het is niet als hier een snelweg hoor. Dit is geen snelweg. Dit is gewoon een straatje die ze gemaakt hebben, jong. Zo zijn we bij de hoofdingang. Snel kijken of we een ontwerper krijgen voor een taxi. Dit kan nog wel een dingetje aan worden, dames en heren. Oké, goed. Er is een taxi onderweg als het goed is. Ja? Maar je gaat hier geen taxi winnen, zegt hij. Hoeveel Egyptische ponden heb je nog? 200. Hoeveel euro's heb je nog? Geen. Hoop ik dat er genoeg is aan het vliegveld. Ja, dan pen ik even 200 bij. Vraag, want het was anders. Ja, hij heeft er iemand besteld en ja, die is onderweg. Oh. Ik denk niet dat we gaan redden. Geentje zeker. Nee, serieus. Nog even snel gepind, pak maar uit, kom, we gaan. Krijgt u nooit rem? Het volgende probleem, de koffertjes passen niet in de auto. Alsjeblieft, heb je wel geld te gaan die maken, Melanie. We gaan het echt niet redden. Dan ga ik jullie wat nieuws leren. Nood breekt wetten. Niks met de regels te maken, we moeten gaan, anders vermissen we onze vlucht. Zit achterin ook nog te proberen? Oh, dat is perfect, joh. Perfect guy, yes. Ja, wacht. Is goed, very good, very good. Sorry. Heel even. Kijk, hij ligt op. Can we 2-4? In the front, 2? We 2 in the front? Yes? Oké.
We are going. De deur zit vast. Alles wat tegen kan gaan, gaat ook tegen. Kom erin, schat. Felicia voorin. Ja. Dat is gevaarlijk. Daar gaan we, jongens. Succes. Bye bye. 12 uur 18, 2 uur gaan we de lucht in. Meneer, we hebben hem even geparkeerd. Moet even wat zeggen tegen portier bij de volgende hotel. Wel fijn. Met een lekker schaart. Ja. Zo, so, and there we go. Felicia wordt een beetje moe, hè, schatje. Zitten samen voorin zonder riem. In Nederland zouden we zeggen levensgevaarlijk, maar in Egypte kan het allemaal. Ja, noodbreekwetten dus. Ja, is hij je bijna. Okay, hopelijk hebben we geluk. Alles opgeladen. We hebben al medegenoten gevonden, die zijn ook te laat. Ook dezelfde vlucht naar Keulen. Ik dacht ook dat het morgenochtend ging. Maar goed, we gaan rennen naar de gate. Kijk, dit is een grotere vliegveld. Grote vliegveld waar we vertrokken zijn, dat denk ik niet, schat. Even kijken, departing to Düsseldorf, Van Hoven, Frankfurt, Stuttgart. We staan er niet meer tussen. Geen idee waar we heen moeten. Oh, mensen. Ik had een rondje kunnen zwemmen op het hotel. Het geluk kan niet op, dames en heren. We staan niet op de lijst van het vliegtuig. Dus we hebben een nieuw probleempje. Nou, daar moeten we wachten. We hebben nog 55 minuten. 50 minuten. Die jongens zijn doodmoe. We gaan meteen beginnen met boorden. Ja, jong, kom maar. We gaan wel even hier paspoortcontrole. En dan kunnen we meteen door naar gate 32. Kunnen we meteen het vliegtuig op. Kunnen jullie gaan slapen, ja? Ja. Ik denk dat jullie opstijgen niet eens meemaken. Wat een vlucht, dames en heren. Wat er allemaal in Egypte gebeurt op het vliegveld. Nou, we waren sowieso te laat. Nou, dat was onze fout. Maar 2 uur van tevoren waren we toch nog op tijd. Dus zijn ze inchecken, kwamen ze erachter dat wij niet op de lijst stonden van het vliegtuig. Dat is niet onze fout. Nou, heel lang daar gestaan, heel veel moeite. Maar uiteindelijk konden we toch mee op dat vliegtuig. Toen mochten we meteen doorlopen. Dan moet je eerst 10 keer je paspoort laten zien. Echt bij de ingang van het vliegveld. Dan nog eens een keer pascontrole. Dan nog eens een keer daarna nog een keer. Dat er direct iemand daarna 2 keer in je paspoort moet kijken. Eén keer keek op de ene bladzijde, dan keer op de andere bladzijde. Nou, toen gingen we door de beveiliging, zeg maar, door de douane heen. Mijn cameratas moest ik dan weer handmatig laten zien. Dus die is weer helemaal uitpakken. Moest ook niet uit. Maar goed, drugstest, dus dat gebeurt zin. Dus dat is helemaal prima. Kon ik doorlopen, moest je weer bij controle, weer paspoorten, moest je boarding passes hebben. Was je nou dat vergeten, mee te geven die boarding passes, helemaal niet over nagedacht. Mochten we niet door, kon ik weer helemaal terug, door al die controles terug. Ja, dat hoef ik niet gecontroleerd te worden, ik mag gewoon doorlopen, dat scheelt alweer. Ja, die boarding pass gekregen, maar ja, terug moet je wel weer door al die controles heen, want ze voelen gewoon die controles op. Nou, we hebben net op tijd dat vliegtuig gehaald, maar het was fout of fout of fout, alles wat mis kon gaan, ging wel mis. Ja, Tjelisje, mag je ook even je hand erin stoppen? Ja, andersom, juist, ja. Goed zo, dan de hand ook en dan even wrijven. Goed zo. Dat is het, desinfectie. Ja? Kom maar, gaan we door. Anders komen niet. Ja, misschien is het een verkeerde vliegtuig als ze laat waren. Dat even nog even wachten. Hé, hey, ze zijn toch meegegaan met een vliegtuig. Goed zo, meisje. Ja? Ja, trek hem maar eraf. Doe niet zo sterk, hè? High five. Ja, heel sterk. We hebben alle koffers en alle kinderen. We gaan naar huis. Hey, als je zo zit te hoesten, Jay, dan denkt iedereen dat jij corona hebt. Je ziet maar te kuchen en te hoesten door die hele hal. Alle mensen zitten ons maar aan te kijken. We moeten toch dadelijk naar de dokter met Sjart. Ja, moeten weer verneveld worden met salonjes, vrezen we. Ja, maar ik ben bang. Ja, Jay is even honger. Hij zit bij de Burger King naar binnen te kijken. Maar hij mag van mij geen hamburger, het is veel te vroeg. Er komt nu een busje ons ophalen, die brengt ons naar onze eigen auto. En met onze eigen auto kunnen we gewoon naar een bakkerijtje rijden of zo, een paar broodjes halen. Maar hamburger is te vroeg, vanmorgen gaat het niet worden. Goh, mijn jas weer aan na een week, dames en heren. Het is gewoon koud hier. Nou jongens, daar gaan we dan, naar Nederland. Want we zijn nog steeds in Duitsland, we zijn in Keulen geland, dat is in Duitsland. We hebben zo vergeten in de haast om een bandje af te doen. Ik zou wel reden, maar ik had helemaal geen tijd in het vliegtuig. Ik heb niet geslapen, maar een beetje gedoezeld de hele nacht. En jij,
schat. Hoe is jouw vlucht geweest? Want Melanie zat helemaal voor in het vliegtuig en ik helemaal achter in het vliegtuig. Nou, schat, ik heb helemaal niet geslapen. Maar ja, ik had gisteravond geloof ik 7 of 8 latte macchiato op. Ik zat vol onder de cafeïne. Maar ik moet zeggen, langzamerhand... Kun je maar de wc geweest ook zeker dan, of niet, als je zoveel gedronken hebt? Nee, één keer maar, want die wc was wel echt heel erg vies. Daar had iemand langs afgepinkeld, dus... Nee. Maar goed, dat kunnen we dadelijk zo vaak doen als we willen op een schoolwc'tje. Maar wat een beetje het verwarrende aan het verhaal is, we zouden de 29e vertrekken om 2:00 s'nachts. Maar de 29e, als het zodra 12 uur is, is het natuurlijk een nieuwe dag. Maar bij de tijden die je moest gaan opzoeken, waar alles stond, dat hoe laat je vlucht was, hoe maar wat, stond dus ook ophalen de 29e, 11 uur 's avonds. Dus dat is dan verwarrend, want dat zou dus de zaterdag zelf zijn. En dan was het s'avonds opgehaald. Nee, het is dan, het klopt wel, zaterdag 2:00, het is vannacht geweest. Ja, maar dat is ophalen, is dan de 28e. En dat stond er volgens mij niet bij, nee. Dat is het verwarrende eigenlijk. Jenentje die heeft vannacht echt in het vliegtuig de hele nacht, echt de hele tijd continu hoes. Het stopte niet, ik had hem de pompjes gegeven, daar ben ik echt frequent mee bezig. Die heb ik dus meegenomen. Eén geluk. En ja, aangezien ik ook van Jaden een eerste hulpkaart heb, heb ik toch maar eventjes gaan bellen om te vragen ja, wat het advies was. Gezondheid. Corona. Ja, wat het advies was om te doen. Want Jelisha en Jason die worden nou ook verkouden. Ja, het GGD die zegt toch van joh, als een kind verkouden is of begint te snotteren, dan moet je hem toch eventjes laten nakijken. Het eerste huis wat wij zien als we terugkomen van de vakantie, dames en heren, is het ziekenhuis. We zijn weer thuis. Ik ben weer de auto ingekropen, maar is alleen met Jaden binnen, want ik ben dood op. Dan ga ik niet redden in die wachtkamer. Dan val ik zo in slaap. Maar het is niet druk, dus het zal zo wel komen. Ik zal even Jaden nakijken of zijn longetjes en zijn toontjes, zijn oortjes, dat soort dingen. Dus kijken of hij dan medicijnen krijgt of zo. Nou, is er zo wel terugkomen. Nou, tijd de dokter allemaal. Wat zei de dokter allemaal? Nou ja, toch een ontsteking op de longetjes. Dus hij had weer een kuurtje. Oké. Ja, de laatste keer had hij die ook gehad en toen sloeg hij niet aan. Toen had hij nog een kuurtje gehad die ook niet aansloeg. Toen zat hij in de parasol. Dus ja, hopen dat dit keer dat niet van toepassing is. Dat de kuur in één keer aanslaat. Ja. We gaan proberen, we gaan naar huis, ik ga naar bed in. Home sweet home. En zo zijn we ook direct aan het einde gekomen van deze serie, dames en heren. Ik hoop dat het jullie bevallen is zo. Mij in elk geval wel. Want ik in het begin, de eerste video ook, zei van ja, de ene dag draai je gewoon heel veel, de andere dag draai je minder. Ja, je bent gewoon op vakantie, weet je. Dat is toch anders dan dat je thuis bent. Dus ja, de volgende keer naar Turkije zullen we waarschijnlijk hetzelfde gaan doen. In Valencia, vorig jaar heb ik het eigenlijk ook al gedaan. Mijn vuurwerkkanaal heb ik ook hetzelfde gedaan. Was ik wel met Melanie daar, maar het was voor het vuurwerkkanaal. Gewoon ja, lekker losjes, lekker makkelijk. Ja, mij is het wel bevallen in elk geval. Ik hoop jullie ook. En zo niet, dan heb je pech gehad. Ik zou zeggen tot de volgende video. Dus vanaf morgen doen wij gewoon weer ja, normaal, zullen we maar zeggen. Tot zover ik normaal kan doen. Tot morgen. Lieve vrienden, bedankt voor het kijken van deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het eventjes snel. En vergeet natuurlijk heel even het belletje niet, hè. Tot de volgende keer.